Lieve mensen, leuk dat jullie kijken naar weer een nieuwe video hier op Quinca. En zoals jullie kunnen zien sta ik weer op Omsi 2 op de halte op lijn 61 richting Oostplein busstation. Maar aan deze video is wat anders. Want ik heb namelijk iemand meegenomen die nog nooit in een echt voertuig heeft gereden. En dat is namelijk Youssef. Hallo. Hallo Youssef. En Youssef, ik ga jou vandaag uitleggen hoe je bus moet rijden. Ik ben jouw instructeur. Ik ga met jou mee. Jij mag lijn 61 rijden. Je hebt nog nooit gereden met een bus. Ik heb hier een stuur klaarstaan voor Youssef. Ik heb een gaspedaal voor hem klaarstaan. En ik ga hem gewoon laten rijden. Ik zeg alleen dat hij rechts of links moet. En voor de rest laat ik alles aan hem over. Hij heeft nog geen één dag gereden zonder passagiers. Hij gaat gelijk gewoon meteen vol met de passagiers. Gaan we gewoon rijden. Dus ik ben eigenlijk heel erg benieuwd hoe dit gaat. Ja, ik ook. Ik ben er klaar voor. Ik hoop dat de passagiers er ook klaar voor zijn in de bus zelf. Ik hou mijn hart vast. Maar ik ga alles uitleggen tijdens het rijden en we gaan maar eens even vertrekken, denk ik. We hebben een hele oude Citaro gepakt, want deze mag kapot. Precies. Dus als die dat kapot rijdt, dan maakt dat niet uit. Zie je, ik zal al het logo van de ster eraf gaan aan de voorkant. Oeps. Nou, we gaan beginnen. Kijk, dit is de knipper. Dit is de knipper, denk ik. Ja, nu heb je hem aan naar rechts. Binnenspiegel, buitenspiegel. Ja, goed zo. Schouder. En als je stuurt, gaat de camera ook als goed is naar rechts. De eerste bocht! Dit is de halte. Ja, hier is. Oh, wat erg. Iets weer rechtdoor nog. Voorzichtige rijden, knipperlicht aan. Knipperlicht naar rechts. Oké, rustig blijven. En goed halteren aan de stoep. Je moet daar is de halte. Oh. De mensen staan daar, zie je dat? Ze staan niet hier. Er stond daar zo'n vakje. Kijk, ze komen nu naar je toe, want ik denk ook wat gebeurt er. Ja, loop maar weer terug. Nou ja, dan gaan ze. Dan ze gewoon kom. Oké, nou. Je staat. Mag je de voordeur open doen? Ja, en wel tegen iedereen gedag zeggen. Morgen. Nou, het is niet echt spraakzaam. Oh. Nou, van mij mag je nu vertrekken wat eerder, want ja, het is natuurlijk hartstikke druk. Geen knipperlicht naar links gedaan. Ja, goed zo. En dan gaan we nu rijden. En dan gaan we rechtsaf bij de rotonde. De rotonde gaan we. Er rijdt een auto. Ja, weer schade gereden. Hij heeft alweer schade gereden. De eerste bocht. Je ziet me toch vertrekken. En dan gaan we nu rechtdoor. En dan probeer je eigenlijk met een beetje op de lijntjes te rijden. Ja, want je bent een bus met heel breed. Je mag hier 50 trouwens. En we rijden nu. De volgende halte is Fort Zeelandia. 60? Ja. Maakt niet uit. En laat die bus ook veel uitrollen. Gewoon gas los en laat hem maar uitrollen. Ja. En dan zie je dat daar de volgende halt aan komt. Moet je goed kijken of er iemand staat. En dan moet je voorzichtig gedoseerd remmen. Moet je rustig gedoseerd remmen. Anders worden mensen misselijk in de bus. En knipperlichtje. Dat ben je ook vergeten. Maar ja. Kijk. Kijk. Kijk, dat begint op te lijken. Dan mag je de voordeur weer open doen. En dan gaan we weer heel vrolijk tegen iedereen gedag zeggen. Morgen. Nou, deur dicht en gas erop, want anders komen we daar nog te laat. Hè? Ik bedoel, we zijn anderhalf minuut te vroeg, dus je kan ook gewoon rustig aan. Kijk, zie je die spiegel, zie je die auto, die rijden allemaal door. Binnenspiegel, buitenspiegel, schouder. Ja, en dan ga je. Raad hij hoor. Oké, dan gaan we goed naar links rijden. Ja, kijk, dit is zo traag hoeft dan ook weer niet. Jeme. Ja, je hebt veel van je verwacht als buschauffeur, hè? Ik merk het. Veel naar rechts gaan te rijden, al de spiegels eraf van die auto's. Maar dat, weet je, dat is toch wel eens gebeurd. Oké, heb je hier een halte. En dan mag je rustig aanremmen. Ik ben rustig aan het remmen. Ja, dit is veel te hard, man. Je moet echt gewoon laten uitrollen en rustig laten gaan. Oké. Nou ja. Nou, dan kijken we even naar rechts, hè. Wel aardig om mensen aan te kijken als ze instappen. Ik bedoel, is dat niet jouw taak? Geen Den Haag. Ik bedoel, we reden toch in Den Haag? Ja, dit is Den Haag. Ja, het is Friedland. Nou joh. Hallo, goedemorgen. Hoi Toes, dat grap ik. Nou, dan mag je linksaf op de rotonde. Ik heb echt met macht 10 op die rotonde aangereden. Nou, ga maar gewoon. Kijk maar niet naar links, maakt niet uit. Nee, dat zou goed zijn. En dan mag je op de weg blijven. En het doorpakken met je stuk. Nee, wat je nu doet of niet? Ja, jij zou doorpakken. Nee, links. Oeps. Nee, kijk, je zit veel te agressief. Kijk, ik ga het voordoen zo, ja. Ik ga het je even voordoen. De richting vergeten. Stoep erop. Maakt niet uit. Dus ik heb even voor die arme jongen even de force feedback uitgezet. Anders is het helemaal niet. Wat aardig van je. Ja, goed hè. Nou jongens, laat eens even de comments weten hoe die het doet. Aardig doen hè. Anders vraagt dan Ruben goed. Mag ik gas geven? En dan ga ik juist even laten zien hoe je een bocht goed kan nemen. Je hoeft niet gelijk vol gas, maar... Techniek?
Kijk, dan kan je zien hoe ik dat doe. Hier gewoon door. Dat is best wat je kan doen. Heb je nou stoep geraakt? Nee. Kijk, oh ja, hoor. Nee. Ik hoorde wel zo'n knal. Ik hoorde zo'n dreun. De volgende halte is. Ik heb geen stoep geraakt. Ja, is goed. Dan heb ik die motorrijden ook niet geraakt. Ja, is goed. Dat was gewoon vol frontaal. Ah joh. Die man is gewoon dood nu. Je bent ook nog overheen gegaan. Die is gestopt. Ach, wat aardig dat hij is gestopt. Deze video wordt. Hoe gaat het met je passagiers? Nou, ze staan wel allemaal nog, dus ze zijn niet gaan zitten. Dus dat betekent dat ze zich niet comfortabel voelen. Ach ja, als hun rijbewijs. Dat is de mijne. Ook alweer. Nou, moet je het pijltje volgen waar lijn 61 op staat, of waar rij je lijn 61? Jee. Want trouwens een collega naast, je hebt niet eens gezwaaid. Oh, morgen. Ik kan nog weer kort verkeer wat zeggen. Ja, doe maar. Oh, moet je nog naar links ook? Dat heb jij niet gezien, ja? Heb jij niet gezien? Dat heb ik niemand gezien. Zo, we gaan even kijken of we gaan met de rollator goed kan instappen. Oh, wat erg! Nou ja, het is hier maar, je moet echt een beetje de ruimte proberen te pakken in die bus. Ah, oh, die kat is leuk! Hoe lang moeten we blijven staan hier? Ah, we hebben nog. Oeh. Zo! Ah, we zijn. Te laat. Oh. 30 seconden. Hoe dan? Ja, je rijdt echt een beetje traag. Nou, ik rijd 80 in de bebouwde kom. Ik rijd 80 in de bebouwde kom. Ik ben ook verbaasd hoe goed het gaat. Ja, alleen nu is de vraag waar moet je heen? Want er staat geen pijl. Hallo, ik mag doorrijden. Toeter mag ook, hè? Heb je een toeter? Deze. Oh. Anders ga je er gewoon heen. Oh, ik ga voorrijden. Jee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 e
twijfel ga ik naar rechts. Nou, bij twijfel ga je dan naar rechts. Dus je moet naar rechts. En je hebt een hele krappe bocht. Nou, het gaat goed. Oh my god, het gaat gewoon goed. En dat stuur. Weet je, jij doet als een schip zo. Je moet gewoon recht houden. En halteren. Snel, je bent te laat. Kom, halteren die fietsers. Kijk, irritant hè, fietsers die echt heel traag gaan fietsen. Maar gewoon er zo strak mogelijk achter. En dan een beetje naar rechts. Iets meer naar rechts. Ja, want je staat echt, je kan veel meer naar rechts, want die mensen kunnen niet instappen. Oké, en stoppen. Stoppen. En dan kijken we weer de mensen lief aan. Kijk, het is veel beter gehalteerd. Zie je dat al? Nou, we heel hard rijden. Kom op, gas erop, Yusuf. Nou, moet ik iemand uit hoor. Kijk. Voor mij rijd ik veel te hard. Ik rijd gewoon 80. Nee, je rijdt geen 80. Ik rijd nu 60. Oh, stoppen. De map eindigt hier. Remmen. Oh. Dat is hier ook al een euro. Je gaat nu achteruit. Je moet om die auto heen. Jee. Ja, want die auto's die rijden allemaal om je heen. Zie je dat? Dus moet je gewoon achteruit gaan nu. Oh, sorry. En dan mag je achteruit niet tegen de auto aan schuren. Nee, kijk. Het gewoon. Kijk, goed. Kijk, perfect. Dan ga je nu achteruit. Achteruit met die wagen. Harder, want je gaat veel te traag. Hard, nee. In deze situatie moet je het echt gewoon heel voorzichtig doen. En altijd een paar keer uitstappen om te kijken of je het redt. Nou, kijk, dat is makkelijk. Nou, kan je hier gewoon omdraaien, denk je? Dat je gewoon kan draaien en dat je dan die kant op kan? Je kan, mag het proberen, hè, want je bent aan het oefenen. Kijk, die hele verkeer is nu voor je. Ah, joh. Oh, de bosje. Nee, zit dan van die auto's. Ik denk dat je ook auto moet steken. Nou, je kan zo. Ah, je kan het proberen. Toeteren, ja. Ja. Hij staat op de verkeerde weghelft, weet je wel. Dat is echt die aasop. Denk een beetje aan elkaar. Helemaal naar links, dat is rechts. Helemaal naar links. Ja, nu ben je te laat. Nu kan je de bocht niet meer maken. Of ga je het wel redden? Hoe? Ja, ik sta hem achteruit nog. Ja, ga maar eens achteruit. Je moet omdraaien, je moet keren. Oh zo, die vind ook tegenstoken. Ja, kijk. En dan moet je op als je hem niet raakt. Maar... Dat gaat helemaal mis. Hoezo zei je dan? Oké, okay, remmen! Remmen! Oké, bus in zijn neutraal, daar gaan we weer. Bus in zijn remming gedrukt houden.
Nooit sturen als je stilstaat. Dat is gelijk een instant zakkingspunt. Oké, en dan ga je nu voorzichtig helemaal naar links. Alles naar links. Is dat alles? Helemaal naar links? Oké, mooi. Ja, zeker. Helemaal naar links, helemaal naar links, helemaal naar links. En dan pak je gewoon een beetje de bocht. Nou ja. Dan pak je gewoon een beetje de bocht, net tussen de bosjes. En dan ga je weer in zijn achteruit. Zet je weer in zijn achteruit. Rem ingedrukt houden. Zet je een beetje bijsturen. Naar rechts. Helemaal naar rechts sturen. Op tijd remmen voor die paal. Goed sturen. Remmen voor die paal. Goed zo, Jozef. En dan doen we de rem erin en dan gaan we weer. Wat een paniek. In zijn drijf en dan gaan we weer vol gas geven. Dan gaan we weer. Hoppakee, kijk, en dan doe je voorzichtig zo tussen die auto's door. Kijk. En nou, zie je wel. Hoppakee, jongen. Nou, en nu gaan we dus kijken waar we nu heen moeten, want daar was de halte. Dus dan denk ik, hè, dat is een beetje logisch nadenken, dat we hier naar rechts. Rechtsaf. Oh, we bewegen even in die huis. Ik ben helemaal gedesoriënteerd van dat geschud met die muis. Nou. Oh. Ja, die is er ook bij. Zit ze ook in de bus? Ja, Simmer zit ook in de bus. Hey, Simmer. Hoi. Hoi. Oh. Ah. Ik wil er wel zo uit. Hij is wel eruit. Nou, hij rijdt gewoon de rood. Nou, dan gaan we zo. Ja, ik zou ook maar gewoon de rood gaan, want dit duurt te lang. Omheen. Toeteren, asociaal, gewoon hier, zo, hoppakee. Ja, wacht maar, hij gaat er zo op groen. Gewoon wachten. Oh. Goed zo, nu rechts. Oh, waar druk je op? Oh, oeps. Het is een goed verkeerd om het ja, ik moet naar rechts. Oeps. Er staat een auto in, er staat een auto rechts van je. Oké, jij zei net dat ik door rood moet rijden, nou. Hier, heel die stoep op. Oké, dan gaan we hier op de halte en dan zit even jouw tijdelijke eindhalte. Voor vandaag mag je netjes op de halte parkeren. Netjes op de halte. Ik ben er nu voorbij gereden. Je staat letterlijk midden op de weg. Ah joh. Oké. Nou, je hebt het in ieder geval gedaan. Dames en heren, laat in de comments weten wat jullie hiervan vonden. Of jullie vinden dat Yusuf dit vaker moet doen. En ik zou zeggen, abonneer op Quinka. En als ik dit als een soort van serie moet gaan maken, laat het maar weten. De slechtste chauffeur, oh. De slechtste chauffeur. En dan, ja, ik ben benieuwd. Laat maar weten wat jullie van deze video vonden. Abonneer op Quinka. Ik zie jullie bij de volgende video. De reden dat er even geen busjes online zijn, is omdat ik op dit moment vakantie heb. Dus ik heb even dit opgelost. Dus gaan we dit soort video's even doen. En dan zie ik jullie bij de volgende video weer. En dan zeggen we toet toet. Doei. Hoi. Hoi. Ah, help.